Willy, die zag gisteren al een rollator te koop staan voor 35 euro's. Maar niet hier. Hier nergens wat te vinden. Niet zulke. Wel die lichtgewichten, maar daar heb ik met die meiden niks aan. Ik moet een zwaar hebben, zoals dat ding daar en dat ding in de schuur. En het gaat niet een stukje doen, jullie bekijken het maar. Pak open. Rijka, hou me niet verlet. En Elwing. Ja, eigenlijk gewoon een dikke bul. Zelf opdragen. Ga ik er niet. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Ik ben heel erg laat. Het is al 4:09. En ik moet de meisjes nog uitlaten. Maar het is hier al. Zuk, vies, snet weer. Ze zijn wel al buiten geweest. Ik ben ziek geweest. En niet zo zuinig ook. Niet dat ik hoofdpijn had. Nee, ik had de diarree. Laten we het gewoon maar bij de naam benoemen, want zo heet het nou eenmaal, kan er niks aan doen. Ook ben ik vanaf mijn bedje, gewoon op mijn bed, telefonisch aan het werk geweest. Tenminste telefonisch, via appen. Want Willy, die zag gisteren al een rollator te koop staan voor 35 euro's, maar niet hier. Hier nergens er wat te vinden. Niet zulke. Wel die lichtgewichten, maar daar heb ik met die meiden niks aan. Ik moet een zwaar hebben, zoals dat ding daar en dat ding in de schuur. Maar die zijn allebei op. Die van mijn moeder, die staat in de schuur, maar die gaat niet weg. Dat is gewoon een herinnering. Mijn mama, die gaat wel weg, maar dan heb ik tenminste weer een goeie. En dat was mijn 35 euro's, maar in Den Haag. Ja, wie wonen daar? Natuurlijk. Mijn lieftallige dochter Karin met mijn lieftallige schoonzoon Roderick. Dus die heb ik erop afgestuurd. Die heb ik geld gestuurd. En voilà, allemaal klaar. En die gaan hem nu ophalen. Maar natuurlijk nog niet brengen. Want daar moeten ze weer tijd voor hebben. Ook om dat hier naartoe te brengen. En wie dat doet, zal mij een worst wezen. Maar als het maar hier komt. Ja. Maar dan heb ik hem in ieder geval al gekocht. En dan is het denk ik nog hier naartoe brengen. En dat kan vast zeker wel goed. Moet ik nog even naar het toilet. En dan ga ik me klaarmaken om te lopen met de meisjes. En daarna gaan we lopen. En dan denk ik dat de regen ook wel weer voorbij is. Want, wat geeft de buienradar aan? Laten we het even bekijken. Het is maar een klein piekje. En ik hoop dat jullie hem zien. Ja, denk ik wel. En we hebben nog een buienradar waar ik een beetje geld voor betaal. Nou ja, dat is een hele hoge piek. Maar ja, wat die gaat doen met die harde wind, je weet het niet. Dat is bovenmatig. Nou ja, ik geloof dat allemaal niet meer, want ja... Wat moet je eigenlijk nog wel geloven? Want het is allemaal kunstmatige troep wat er uit de lucht valt. Zijn jullie wakker? Want het heeft al in de AD-krant gestaan, hè? Ja, van Dubai. Hoe dan? In Dubai regen? Zo ernstig dat er zoveel gevallen is in één dag. Doe nou, nee! Hey, er is niks! Waarom moeten wij blaffen? Nee, er is niks! Het waait ik het al als een achterlijke idioot boven. Ja, en dat doen ze. Dat is niet dat moeder natuur dat doet hoor. Wordt ons aangedaan, ja. Ik moet de container nog halen, die willen ze ook al omleggen. Dus dat gaan we eerst zo meteen doen en dan met jullie. Eerst die container voordat ik erachter raak en om hem te gaan zoeken. En daar heb ik geen zin in. Nee. Dus ja, dat dus. Jeetje, Mina nog en toe. Maar we hadden het over Dubai. Hoezo Dubai? Daar al regen. Dat is zo weinig wat daar al normaal valt. Nou hebben ze, wat normaal in een jaar valt, is er in één dag gevallen. Hoe? Het is een woestijngebied. Hoe dan? Dus ja,
Het staat daar vol met water. Arme prins Hamdan, die woont daar, dacht ik, ook in Dubai. Ja, die heeft daar een gigagroot kasteel. Ja, dat noemt hij dan zijn huisje. Ja, mijn genade. Maar oké, lieve vrienden, ik ga voor ze zorgen en voor mezelf zorgen. En uiteraard zien jullie me straks weer snel terug. En als ik klaar ben en aan een bakje koffie zit, dan zien jullie me weer. Ik zou zeggen, tot dan. Zo, lieve vrienden, ja, we zijn weer thuis. We zijn maar weer rechtsomkeert gegaan, want we hebben een bui gekregen, hè. Een gemene, venijnige bui. Ja, mijn haar is nog nat. Het zit helemaal stijf, want ja, ik heb draaghalen erin natuurlijk. Wat is het, schatje? Dan kwam dat. Ja, en toen? En toen? Met de natte pootjes op mijn kleertjes. Oei, oei, oei. Lekker worstje gehad, hè? Plakje worst voor vrouwtje. Oei, je is koud pootjes, hoor, hé. Maar in ieder geval, ik heb koffie, ik heb een broodje, want daar ga ik zin in. En de meisjes hebben wat lekkers gehad. En deze kleine meid heeft hele koude pootjes. Ja. Lekker ding. Nou, doe maar. Ga maar kijken. Ga maar kijken op de bank. Met jullie koekie. Wat hebben jullie koekie nog? Nou, vooruit dan maar. Krijgen jullie nog een koekie erbij? Ga op de bank dan. Ga op de bank dan. Toch even de vrienden goed zetten. Zo. En ik ga het niet een stukje doen. Jullie bekijken het maar. De bak open. Rijka, hou me niet vallen. En Elwin, je eigen schuld, dikke bul. Zelf opdragen. Ga ik er niet doen. Goed zo. Grote meid. Grote meid. We gaan allemaal weer op de bank. Doe maar. Ga maar weer op de bank. Op de bank. Hoe is dat nou? Ik zeg dat je op de bank moest, maar niet dat je dat laatste stukje van Rijka moest stelen. Want dat zagen we nou eens een keer, hè? Ja. Niet lief. Nou, en Kandalfie heeft ook natuurlijk een stukje worst gehad. Ja! Nee, Rijka, we zijn net binnen. En dan nog in de tuin in willen. Je bekijkt het maar. Ja, jij ook? Jullie bekijken het maar. Ja, jij ook. Net zo goed. Je luistert daar op de... Jij wil op schoot. Mag ik eerst even een hapje eten? Nee? Nou, doe toch. Lekker pan. Dus ja, dat dus. Hé? Ja. Dat dus. Maar oké. Lieve vrienden, ik zou zeggen... Oh, ja, jullie staan nog geen... naar voren. En ook te ver naar achteren. Zo dus. Maar in ieder geval, ik ga even lekker mijn eigen ding doen en... Vanavond moet ik nog weer een vlag in elkaar zetten, maar eerst even mijn eigen ding. Ja, ben ik wel eventjes aan toe. Eventjes kijken of die mevrouw heeft gereageerd waar ik die rollator van heb overgekocht. En ja, we zijn gelijk bevriend geworden. Nou ja, hoe leuk is dat? Ja, er zijn nog ook altijd lieve mensen op de wereld. Ja, echt wel. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja, we zijn weer bij elkaar om eventjes voor deze dag afscheid te nemen en naar een nieuwe dag toe te gaan. Want het is alweer 2:03. Ja, de tijd houdt geen schoft als je zelf stil zit. Nou ja, stil zit. Ik zat iets interessants te kijken, iets belangrijks, naar een video wat 14 dagen geleden pas is gepost op YouTube. En ja... Dat is dus vrij recent, maar iets ernstigs. Wat allemaal bij het Ronde Huis van Nunspeet heeft afgespeeld in de afgelopen jaren.
En ja, er werden al daar veel rituelen gedaan, wat niet goed te praten is. En ja, dat zal nog wel steeds door blijven gaan. Het was vroeger zo. En het is nou nog zo, omdat het ronde huis daar al niet meer staat. En dat is afgebroken, dat is gesloopt. Maar in ieder geval, de plek op zich is daar nog wel. En ja, er zijn nog steeds dingen daar aan de hand. Wat het daglicht niet, door het daglicht niet gezien kan worden. Laten we dat maar ophouden. En ja, dat is bizar. En ja, er was even net een mooie video van. Ik heb hem op mijn kanaal, bij mijn, hoe heet dat? Dan ben ik dat weer kwijt. Ik zat even voor jullie op zoeken, want ik ben gewoon even kwijt. Sorry. YouTube. Doe ik het even via mijn telefoon. Home video's, playlist, dat staat bij mijn playlist, ja. Dus de playlist, ja, die kan je ook weer eigenlijk opdelen in muziek en andere dingen. Dat heb ik dus weer niet gedaan, maar ik weet niet eens hoe ik dat 1, 2, 3 moet doen. Maar in mijn playlist staat die bij en dat gaat over paranormale gaven ook, ja. Dus, en Numspeed, dus je kan het wel vinden. En hij is 14 dagen geleden pas gepost op YouTube. Dus ja, interessant om er toch even naar te kijken, zou ik zo zeggen. Dat, maar in ieder geval, we gaan er een beetje toe. Dus ik wens jullie allemaal wel rusten. Slaap lekker. Tot morgen. En gezond weer op. En morgen weer een lange dag. Want morgen komt Danielle en Marcel weer. Dus ja, volop drukte weer. Maar in ieder geval... Ja, jullie weten het ook. God die houdt de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei doei.